Goedemorgen, deze laatste markets update van 2023 verzorg ik voor BNP Paribas Markets. Op de meeste beurzen zijn dit dagen om snel te vergeten. Een enkel pareltje wordt nog wat beter gepositioneerd voor het nieuwe jaar, maar de meeste beleggers blijven aan de zijlijn. Het was dan ook een bijzonder jaar met indices die stevige plussen achterlieten en een handvol fondsen en sectoren die daar verantwoordelijk voor waren. Zo blijven er ook een hoop aandelen met stevige minnen achter op het bord. En per soldo bleven de Amerikaanse indices vrijwel unchanged. Alle aandacht gaat nu voornamelijk naar de spanningen in het Midden-Oosten en of er een vrije doorvaart mogelijk is en blijft door het Suezkanaal. De prijs van olie viel in ieder geval met 3% stevig terug in tegenstelling tot goud dat de 2100 nadert. En na Colorado mag Donald Trump ook in de staat Maine niet meedoen aan de voorverkiezingen. Er is nog een kans dat de conservatieve Hoge Rechtshof de besluiten terugdraait. En ook in Azië was er weinig inspiratie en bleven de indices dicht bij huis. De Index in Zuid-Korea bleef zelfs al gesloten in verband met het naderende nieuwjaar. En Baidu liet weten dat haar concurrent van ChatGPT, genaamd Ernie, inmiddels meer dan 100 miljoen gebruikers heeft. De Chinese telefoonmaker Xiaomi viel 4% terug na de aankondiging. Met een elektrisch voertuig te komen dat moet gaan concurreren in China met Porsche en Tesla. En het door de VS geboycotte Huawei liet weten de omzet met 9% te hebben zien aantrekken in 2023 tot bijna 100 miljard dollar. En de futures in Amsterdam duiden ondertussen op een onveranderde opening voor de laatste handelsdag van het jaar. En dat geeft alle tijd om te herdenken dat 25 jaar geleden de euro van start ging en op 1 januari 1999 de beurshandelaren, waaronder ik, al met euro's gingen rekenen. Het publiek begon pas in 2002 te betalen met de nieuwe Europese munt. En Nederlandse consumenten hebben gemiddeld over de maand november meer uitgegeven aan voeding, maar minder aan non-food. Over het geheel steeg de omzet met 3,2%, maar dat was volledig te danken aan hogere prijzen. De volumes namen af met 0,8%. En dan de onvermijdelijke rijtjes. Bezi spant met plus 144% over het jaar binnen de AX-index, de kroon, gevolgd door ASMI met plus 102%. En Philips is de verrassende nummer 3 met plus 51%. Dat is bij de huidige stand. En bij de floppers staat Process met min 9,5%, nipt voor op Adjen met min 9,2% en completeert Unilever de top 3 met min 6,5%. In de midcap is Inpost met plus 58% de topper en laat Corbion een gapend gat van min 38% achter. Het valt overigens ook op de hoeveelheid grote dalers bij de kleinere fondsen maar liefst 10 fondsen die 10 of meer procent terugvielen in 2023. Over een breed front waren de uitslagen van individuele aandelen... überhaupt extreem groot. Op de agenda vandaag nog inkoopmanagersindex vanuit Chicago. Financiële markten zijn vandaag 29 december regulier geopend. Bij de analisten hebben we dan nog... Berenberg volgt het koersdoel op DSM Firmenich. naar 110 handhaaft het koopadvies... Rest mij iedereen een heel goed en gezond 2024 te wensen. De volgende Markets Update is op dinsdag 2 januari 2024. Tot dan.